bombardement heeft de gat geslagen. Nijmegen werd toen in het hart geraakt. 800 mensen. Ik laat even weer, toch weer elke keer even binnendringen. De brandgrens van het bombardement is op permanente basis gemarkeerd met zilveren schijven op de grond. Maar speciaal voor vanavond staat op elke schijf ook nog een kaarsje. Het laat in één oogopslag zien hoe deze grens dwars door het centrum loopt en dus hoe destructief het bombardement is geweest. Vanaf de Grote Markt gaat het naar de Stikkehezelstraat, naar beneden naar de Ganzenheuvel, via de Karmel, Dottendaal naar de Bloemerstraat. Bloemerstraat gaat het over plein 44 richting de Mariekestraat. Mariekestraat omhoog naar de Burgerstraat. En via de Burgerstraat komt het achter de blokken langs terug in de Broerstraat. En dan is het weer terug op de Grote Markt. 800 plaatjes met daarop de namen van de mensen die zijn omgekomen tijdens het bombardement op Nijmegen. Uitgelicht met een kaarsje als een lichtslang door de binnenstad. Het is een indrukwekkend gezicht, zo merken ook voorbijgangers. Ja, heel mooi. Het is mooi verlicht, bijzonder. We vroegen het ons net af, maar ik herken wel die plaatjes die eronder zitten. Dus ik neem aan dat er iets te herdenken is. Ik vind ze enorm indrukwekkend. Komt u daarvoor ook speciaal kijken? Nou, niet alleen voor de lichtjes, maar ik wist al dat vanavond die herdenking was. Dus ik kom net even uit Stevenskerk. En, hoe was dat? Ook indrukwekkend, best veel mensen vond ik. Volgens De Wit is het belangrijk om ook bij deze gebeurtenis weer even stil te staan. Omdat het een herinnering is aan de meest traumatische gebeurtenis van Nijmegen in de 20e eeuw. En dat ook in deze tijd wordt het wel weer duidelijk dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. En over voorzichtig zijn gesproken. Ik was bijna overheen gefietst dus. Dat zeg ik net. Het mag ook een iets groter lantaarntje zijn dan zo'n klein dingetje. Dus een tip voor volgend jaar? Ja, precies. Maak er mooi iets met een voetje van of een echt vuurtje, een fakkeltje of zo. Ja.